verlichting hier. Nou, misschien, moet je, misschien al moeten we anders talen. Even kijken als je... Ja, je hebt daar misschien even buiten, of je hebt hier beneden heb je zo'n kunstgalerie, daar kan je... Ja, je hebt voor alles hier, maar dit is wel de meest barre ruimte. Maar ja, goed. Daar zijn we dan. Ja. We zijn hier ons echt er nog toe gegaan, eigenlijk allemaal. Ja, goed hè. Ja. Ik volg het allemaal en ik lees dat je dat echt wel... Ja, jullie blijven maar doorgaan. Ja. Ja, anders zou ik hier niet eens zitten. Dan, ja. Ik zeg tegen haar, ik moet even oppassen op zijn schoenen. Want zijn schoenen dat hij aan heeft vandaag. Oké. Want? Ja, dit gaat toch wel weer een klein beetje terug naar Tutti Ragazzi dan, hè? Nou, nee. Zijn dit geen Italiaanse? Nee, dit zijn toevallig geen Italiaanse. Ik kan je zo even vertellen, dit zijn schoenen van Paul Smith. De Engelse modeontwerper, die heeft af en toe ook schoenen, heb ik jaren geleden gekocht, ja. In de uitverkoop. Heb ik weer tevoorschijn gehaald, want ik vind ze eigenlijk, ze lopen ook heel goed. Die krijg je niet kapot? Nee, eigenlijk niet. Ja. Maar dat geldt voor heel veel dingen die Paul Smith maakt. Want als je overhemden van hem hebt, dan gaan die, niet een leven, maar een heel groot gedeelte van je leven mee. Ik had me voorgenomen, ik ga hem die eerste vraag, dat gaat dan natuurlijk zijn terugkrijgend op Tutti Ragazzi. It doesn't matter if you win or lose. Ja. Ja, we zijn hoe lang? 40 jaar verder? 45 jaar verder? Ja, Ragazzi is 79. Ja. Of eigenlijk al eerder. Ja. Als ik eerlijk ben, ja. Dat is eigenlijk wel was het al in 77, ja. Hadden we het al een beetje opgenomen. Maar ik denk dat als je gewoon heel eerlijk bent, dan zitten we wel al in de tweede helft, toch hè? Ik weet niet of je het als een voetbalwedstrijd ziet of... Nee, maar als je gewoon naar de carrière van een band kijkt en jullie zijn al, ja, jullie zijn al zo lang bezig, denk ik wel dat je de tweede helft zit wel al ver. Ik denk dat we wel in een wat verder hoofdstuk nog zitten. Ja. Ik wil niet zeggen dat het... het is toch wel die autumn of my life, zoals Frank Sinatra zou. Een winter zou ik nog niet willen... Ja. Maar als je dan terugkijkt op die wedstrijd die bezig is, staan jullie dan flink voor of staan je dan gelijk, zeg maar wat je zo wil. Als je kijkt naar die jongens die wat toen waar het niet uitmaakte of ze zouden winnen of verliezen. Dan hebben we toch een hele hoop gewonnen. Ja? Ja, veel meer dan ik ooit had kunnen dromen. Okay. Want in die tijd was er nog geen besef van een lang verhaal. Nee. Dat had bijna niemand. Misschien de Rolling Stones. Maar zelfs niet, ook niet eens. Ik denk dat die nu nog geen besef heeft. Nee, maar goed, maar dat is een nieuw besef. Ja. Ja. Dat is een nieuw besef dat dingen zo lang, ja, zich zo lang kunnen ontwikkelen binnen wat wij dan popmuziek noemen. Ja. Wat heel erg gekoppeld was aan een jeugdcultuur. Ja. Maar dat is losgelaten. Dat is natuurlijk, dat hebben we opnieuw moeten bekijken. Ja. Hoe zit dat nou? Waarom zijn al die mensen nog bezig en niet alleen maar mensen die zich herhalen? Want die heb je natuurlijk ook heel veel die hun verleden uitspelen. Ja. Maar je hebt ook mensen die zich gewoon nog ontwikkelen, die nieuwe dingen blijven maken. En dan hoop ik dat wij daarbij horen, bij die avonturiers, waar het maar doorgaat, waar het gewoon niet stopt. Het is voor mij wel een thema geworden, want in de laatste twee jaar doe ik veel interviews met, en valt het eigenlijk op dat ik zelf, ik ben ook niet meer piep. Maar ik kom altijd terecht bij mensen die zo in de tweede helft van die voetbalwedstrijd bezig zijn. Ja. Ja. En dan merk je eigenlijk altijd, dus eigenlijk altijd een soort van onderwerp van gesprek, wordt het eigenlijk, zelfs als je de vraag niet stelt. En toen ben ik op een gegeven moment begonnen om die vraag wel heel expliciet aan mensen te stellen. Ja. Ja. En dan merk je, en dat vind ik wel leuk wat je zegt, want je hebt mensen die... terug blijven grijpen op hun eigen verleden, successen die ze vroeger gehad hebben, en mensen die zich blijven ontwikkelen. Maar wat mij toch opvalt, is dat als je dan
heel punctueel die vraag stelt van waarom doe je dit eigenlijk nog? Dan krijg je vaak van mensen toch hetzelfde antwoord. En dat is heel vaak, ik kan niets anders, ja. Of ik wil niets anders, of nee. Dit is wat ik goed kan. Ja. En heel vaak is dan zo, als je dan, daar neem ik nu geen genoegen meer mee, dus daarom stel ik die vraag ook niet aan jou. Ik weet ook niet of jij dat antwoord zou geven. Maar ik zou wat dieper willen van wat dat dan is. Hè. Kijk, als je de laatste keer, een van de laatste keren dat ik die vraag stelde, was aan Graham Coleman van TCC. Ja, ja. En die komt eigenlijk ook in eerste instantie van, ja, het is gewoon wat ik graag doe. Waar, ja. Ja, je hebt een vrouw en kinderen, waarom ga je maand in, maand uit, maanden van huis, dat heb je toch echt niet meer nodig. En bij hem komt dan uiteindelijk, maar dan moet je echt, bij wijze van spreken, 3 kwartier graven. Hij jaagt nog steeds op het perfecte liedje. Ja, ja. Dat antwoord verrast hem dan uiteindelijk zelf. Ja. Maar wat zou dat voor jou zijn? Nou, dat is het niet hoor, voor mij. Nee? Nee, dat vind ik, want ik denk dat het, dat de zoektocht is die je niet moet afvragen eigenlijk. Ja. Dat zal je overkomen of niet. Of, dat, ik vind het ook niet zo interessant om het perfecte liedje te vinden. Okay. Want dan stel ik meteen de vraag, nou, en wat dan? Ja, ja. Het perfecte liedje. Wat moet je daar laden? Want dan heb je dus iets bereikt. Hè? Net zoals iemand een berg opklimt en dan op de top zit. En denk van, okay. Maar wat nu? Want ik kan alleen maar naar beneden. Ja. En dan kan ik zeggen dat ik, ik heb dat gedaan. Maar dus ik vind dat niet voldoende. Ik vind dat, het kan wel voldoende zijn. Dan zou je ook bijna een vooropgestelde definitie moeten hebben van een perfect liedje. Ook dat, dan kom je al in de knoop. Ja. En dan raak je al in de war. En dan heb je al, denk je van, oh, dan ga je luisteren. En dan word je elke dag weer verrast door mensen die misschien wel het perfecte liedje ook bereiken. En dat is misschien nog wel beter dan wat jij. Dat kan ook nog. Kan allemaal. Dus ik vind dat niet zo belangrijk. Ik denk, even de mooiste dingen vond ik altijd wat David Byrne destijds zei over het muziek maken. Die had het over the charm of activity. Inderdaad daarmee bezig zijn. Daar middenin zitten. En dat kan een heel, heel breed gebied zijn. Waar je in leeft, waar je in denkt, waar je in maakt. En al die dingen bij elkaar. Wat hij dan noemde, charm of activity. Gewoon het dus niet het alleen maar bezig zijn. Maar daar middenin zitten. Dat vind ik wel een belangrijk element. Dat is wel iets wat je gaande kan houden. Dat een soort motor is die maar blijft doorrollen. Is het dan zo dat voor jou, als je dat op jezelf trekt, dat je die muziek dan die katalysator is wat je in die activiteitsdingen houdt? Of maar ook het kijken, ook het reizen, mm-hmm. het mensen ontmoeten. Dat is dus een veelvoud aan indrukken. Ja. Alles bij elkaar. Niet alleen maar, oké, muziek staat dan centraal natuurlijk, omdat dat is dan de motor. Maar dat is niet alles. Dat is zeker niet alles. En ik vind juist al die dingen eromheen. Als ik kijk naar wat wij gedaan hebben, waar we gereisd hebben, waar we gespeeld hebben, wie we ontmoet hebben, de dingen die ik gezien heb, spelen een heel belangrijke rol in een leven. En het is absoluut niet alleen maar het perfecte liedje. En het is ook niet eens het perfecte optreden. Of het perfecte samenspelen. Het is denk ik veel meer wat mensen gaande houdt. He, wat deze meneer ook, meneer Dylan, die nog steeds onderweg is. Ja. En dat, waarvoor dan? Dat is dat zou heel interessant zijn om zo'n vraag aan Dylan te kunnen stellen. Ja, ik denk dat hij zal het niet beantwoorden, denk ik. Nee. Maar het feit dat hij het doet, is al een soort bewijs van, misschien is het wel ook wel nodig als maker, als kunstenaar, of hoe moet je dat zeggen, als componist, of dat je in de wereld blijft. Ja. Dat is belangrijk. Is het ook wel zo dat jullie je dan, want dat idee heb ik altijd een beetje bij Nets, dat niet
Ik bedoel dat jij je ook op een andere manier uit dan alleen muziek, dat is ook wel duidelijk, maar dat is dan voor niets het instrument geworden. Maar ik geloof ook wel dat die kracht zo groot is dat het ook wel op andere manieren eruit zou komen. Ik denk het ook. Ja. Ik merk als ik niet muziek maak, dan ga ik meteen andere dingen doen. Ja. Ga ik zitten tekenen of filmpjes maken of... Dus ja. het is natuurlijk het is veel meer dan dat. Filmpjes maken, wat is dat, die vogelman? Die vogelman? Ja. Dat ben ik. Ja, dat weet ik, maar... Ik kijk altijd met veel plezier naar de vogelman. Ja, daarmee beantwoord ik je vraag. dat ben ik. Okay. Die staat in beeld. Ja. En die doet iets. Niet heel veel. Nee. Ik doe steeds minder. Ja. Maar het is wel, het is wel een beweging gaande, dus het lijkt op een vogel, dus het versnellen. Maar het is eigenlijk gewoon een figure in landscape. Of hoe moet je dat zeggen? Gewoon een figuur ergens in een stad of in een landschap. Of in, en dat ben ik toevallig, omdat ik dat kan. Ik kan dat, ik kan de camera neerzetten. En liefst ook niet iemand anders die het filmt. Nee, dat doe je helemaal zelf. Ik statief camera doen. Zo snel mogelijk. En dat is een soort van, dat is een soort van hobby? Of dat is een soort van, of wil je daar wat ja, wat... ja, dat weet ik. Dat, ik vind het fascinerend om ze te zien. Ik ben dat gewoon gaan doen. Omdat ik het... sommige mensen filmen graag. Ja. En ik vind het altijd fascinerend. Zeker. Ik vind het altijd, een foto maken ook. Maar ik vind film ook fascinerend. Ja. Dus dan, en dit is natuurlijk een hele simpele vorm van, ik heb niemand erbij nodig. Ja. Ik heb wel het figuur van een mens, dus die daar staat. Dus een soort acteur, of hoe moet je het zeggen, een onderwerp. Nou, dat ben ik dan. En er is een omgeving, er is een, dus het is ook een soort souvenir. Het is een, zoals mensen foto's maken op reis of in hun leven, tijdens gebeurtenissen, maar vooral op plekken. Dus het is een soort reis die ik onderneem. En natuurlijk omdat ik ook zoveel heb gereisd en reis, kan ik dat af en toe, doe ik dat. En soms heb ik echt gewoon daar zin in. En dan kom ik in een stad en dan heb ik mijn spullen bij me. En dan ga ik gewoon lopen. En dan kijk ik en dan denk ik, dit is de plek. Daar moet een vogelman. Hier moet een vogelman. Ja. En het zijn niet de mooiste plekken soms. Nee. Maar er is iets. En dan denk ik, dan ga ik dat doen. En dat doe ik zo snel mogelijk. Want vaak is dit een openbare ruimte. Dus dat wil je ook. Ik wil ook niet de andere mensen erbij. Ja. En dan kijk ik thuis wat het is. En soms bevalt het me, soms niet. En dan haal ik het weer. Maar meestal is het oké. Meestal is het... En dan deel je dat met de wereld. Bijvoorbeeld. Maar ik heb er honderden. Ja. Vanaf eind jaren 80. Is er nou niemand in je omgeving? Ik doe ook wel eens gekke dingen, hoor. Maar ik heb dan een vrouw die zegt tegen mij, Jan, kom op. Maar jij hebt niemand in jouw omgeving die zegt van Henk... Nee. Het is natuurlijk... Ik heb het ook heel vaak gedaan op reis met mijn gezin. Ja. Hè, ik heb drie dochters. Ja. En die hebben dat allemaal meegemaakt. Die hebben dat ook volledig geaccepteerd. Dat ik ga nu een vogelman maken. Ja. Die zijn ook vaak bij geweest. En als we in vakantieachtige situaties... Dan moet die even dat doen. Ja. Dus dat is ook, dat is dan ook. En ik doe dat ook heel serieus, hoor. Het is niet zo. Je doet het. Het is geen tong in cheek. Nee, niet echt. Nee. Maar ik kijk er heel serieus naar. En probeer dat ook goed te doen. En dat is het. En dat is niet verder. Er hoeft verder niks mee. Dat is. Nee, juist niet. Het is wat het is. Dat moet al misschien. He? Er moet al zoveel. Er moet al zoveel. Ja, dat is zeker waar. En er mogen ook dingen zijn die inderdaad min of meer totaal nutteloos zijn. Ja. Maar wel mensen aanspreken uiteindelijk. Of ontroeren. Of er is wel iets van, hé, wat is dat nou? Ja. Dus dat vind ik, daarom blijf ik het ook gewoon doen. Dat is een van de kenmerken van kunst eigenlijk. Ook, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja. Zeker. Het is ook iets ongrijpbaars. Ja. En ik vind het wel ook wel nu ook wel bijzonder dat ik ben natuurlijk in al die tijd ben ik gewoon ook ouder geworden. Ja. En er staat een ander iemand. Ja. En dan
die man in 88 of 89. Ik ben dan zeker wel heel, wat mij intrigeert, ik heb zelf een sociale opleiding gedaan en wij werden onderwezen in de Homo Ludens, hè? We hebben dat wel eens met elkaar geschreven. Ja. En als ik dan kijk naar hoe jullie werken, dan denk ik eigenlijk dat NITS misschien wel het meest aanspruchsvolle voorbeeld zijn voor mensen die altijd zijn blijven spelen met elkaar. Ja, ja, het gedeelte is zeker waar. Dat merk ik ook als ik kijk naar ons hele proces in de studio. Mm-hmm. Waar natuurlijk, dat is het moment dat dingen ontstaan. Dat we behoorlijk onbevangen kunnen blijven. Mm-hmm. Als ik het vergelijk ook met, ik heb natuurlijk heel wat vrienden ook, maar ook vrienden, collega's en mensen die muziek maken op allerlei manieren. Hè, of het aan de dijk is, of Henny Vrienden, of Frank Boeien. Maar bij niemand van hen kom ik die werkwijze tegen. Vertel eens wat over jullie manier van werken. Ik heb gehoord, hè, dat jullie bij, wat moet ik eigenlijk zeggen, Knot of Not, maakt dat niet uit? Ja, Not, ja, Knot, maakt niet uit. Ja, het is dat woord. Tot daar op een gegeven moment 120 uur materiaal zou hebben gelegen. Ja, nou ja, we hebben in voorgaande situatie, vorige plaat, en hebben we ook zo gewerkt hoor. Eigenlijk gaan we gewoon altijd naar onze studio, naar onze oefenruimte. Ja. En werken vanuit het niets, we hebben niks. We hebben geen plan, we hebben geen afspraak, we hebben geen dingen tegen elkaar gezegd erover. We werken meteen op tape, zeg maar, meteen in de computer. Alles meer sporen, nu. Vroeger ging het gewoon op twee sporen. Ja. En dan gingen we daaruit kiezen en verder. En dat is al niet meer, dus we hebben nu alles al gescheiden. En dat is ook wel heel, heel bijzonder. Je kan nu echt al heel ver gaan met het materiaal wat je doet. En dat hebben we ook gedaan. Dit alles wat op deze cd staat, op Knot, is gewoon is een registratie vanaf het moment. Het is puur improvisatie. Er is niets aan geconstrueerd, behalve in een later stadium. Ja. Qua teksten en samenstelling en knippen. Want hoe werkt het dan voor jou? Heb je dan, er zitten teksten bij, die zijn gewoon heel erg persoonlijk, autobiografisch zelfs, overschouwend. Maar zit je dan in zo'n ruimte met die mannen bij elkaar en dan roept die muziek iets bij je om of zo? Ja, ook, maar nee. Of je hebt toch ergens een boekje waar je wel... Ja, ik maak altijd wel aantekeningen. Ja. Dat gaat eigenlijk door de tijd heen. Mm-hmm. Dat heeft niet altijd te maken met dat we meteen aan het opnemen zijn, maar dat is gewoon de voorraad die ik... Zeker. En ik heb natuurlijk een aantal dingen die me bezighouden, die op dat moment gebeurd zijn, die op een of andere manier toch ook in die improvisatie tevoorschijn komen. Niet heel duidelijk hoor, het is bijzonder onduidelijk ook eigenlijk. Ja, zeker voor anderen. Maar daar kan ik soms met een paar woorden kan ik iets aan hebben. Ja. En dan ga ik weer verder, maar soms maak ik ook gewoon een heel nieuw verhaal. Dat pas ik erin. Omdat die muziek me bevalt. Omdat ik denk van nou, hier hoort dat verhaal bij. Het is of je eigenlijk als schrijver de zaak omdraait. Je hebt een illustrator. Ja. En je kijkt naar die illustrator. En dan ga je je verhaal schrijven. Naar wat je ziet of wat je hoort. En dat doe ik ook vaak. En is dat door de jaren heen veranderd? Hè? Waren jullie, want het lijkt tenminste, als je luistert naar de oude NITS, dan lijkt het in ieder geval toch wel meer op een oproep. Hè? Nee, zeker. Maar er zijn tijden geweest dat ik bijvoorbeeld gewoon thuis bijna volledige demo's maakte. Ja. En gewoon meer sporen. Ja. En dat naar de band toe bracht. Ja. En daar gingen we mee verder. Ja. Daar gingen we eigenlijk, sommige werkten we heel precies uit. Ja. En dan werd het eigenlijk een soort kopie van de demo. Ja. Dan in een hopelijk beter, of een andere aanpak, maar gewoon wel hetzelfde structuur, hetzelfde liedje.
Pas later zijn we in die vrijheid gaan werken. Laten we niet zo met een blauwdruk werken. Laten we gewoon werken met de dingen die we op dit moment... Is dat een bewuste keuze geweest op een gegeven moment? Of is dat een proces geweest waar jullie in terecht zijn gekomen? Ja, daar zijn we in terecht gekomen. Ja. En het heeft te maken met zelfvertrouwen. Ja. Het heeft te maken met heel veel met elkaar gespeeld hebben. Mm-hmm. Dus je hebt geen woorden meer nodig. Of nauwelijks. Ja. Je hoeft het niet meer van tevoren te gaan bespreken of zo. Ja. Dat is niet het geval. Als je terugkijkt, wat is voor jou het meest dierbare oude Nits-nummer? Hè? Wat je in die traditie nog van dat echte singers, van dat songwriting zou kunnen zetten? Ja, er zijn een aantal nummers op Woel. Ja. Die ik heel. Dat is een hele dierbare plaat voor mij. Mm-hmm. Van 26A tot Walking with Maria. En daarvoor hebben we ook alle komaten. Three Sisters is er eentje. Dat is echt vanuit het liedjes schrijven. Mm-hmm. Dat zijn liedjes die ik ook thuis heb geschreven, ja. Opgenomen. En zelfs als je hebt over Three Sisters, over dat album, A La Comate. Dat was het album wat ik eigenlijk eerst met Zwitserse muzikanten heb gedaan. Ja. Gewoon eigenlijk een soort project in Bern. En dat had ik nog nooit gedaan op zo'n manier. Ja. En dat is eigenlijk de meest traditionele manier van werken. Ja. Dat de componist, in dit geval de componist-zanger, met het liedje komt, min of meer klaar, maar dat geeft aan de muzikanten en die gaan daar dingen mee doen. Ja. En dat zijn wel nummers die dan, ja, er zijn er ook veel van Omsk die ik mooi vind. Ja. Dat heeft ook wat te maken met de sessies. Die ik dan, Omsk was een fijne sessie, Dutch of Henry Moore, Nesquio is daar ontstaan. Ja. Dat is een ommezwaai in de, dat was een kleine revolutie in onze aanpak. In onze, ja, zou je dat kunnen? Ja. Omsk is in die zin een Robert Jan kwam bij de band. Ja. De kleur veranderde, maar ook onze denkbeelden over wat je met muziek kan doen. Ja. We gingen eruit ook. We gingen al spelen in Frankrijk en in Zwitserland en in Duitsland en in Scandinavië. Daar kwamen dus ook andere muziekvormen tegen. Ja. Die aanspraken, maar ook dingen veranderden. Want op Omsk staat Nesquio. Er staat Nesquio, ja. Ja, Omsk was, dat gaat wel een belangrijke plaat. Dat was het album waarop ik John eigenlijk terug is gekomen dan? Dat was veel later. Het was, Omsk was het album waar hij eigenlijk gestart is. Oh ja, oké. Okay. Daarvoor was hij wel verbonden met de band, ja. als producer soms of als meespeler. Dan ben je toch ook gewoon bandlid? Ja en nee. Het is toch anders. Want jullie zijn eigenlijk wel door de jaren heen, denk ik wel, tenminste zo ik een beetje een soort van drie musketierachtige eenheid geworden. Ja, zeker. Misschien, daarom vroeg ik even uit, misschien zijn jullie wel die titaantjes dan of zo. Ja, dat zou we wel kunnen. Ja. Er zijn behoorlijk wat trio's in de wereld. Maar er zijn er toch niet zoveel die drie musketiers slaan. Maar titaantjes, dat is... Ja, de vader, zoon en de heilige geest. Ja. Het wordt opgenomen, hè? Ja, Henk vergelijkt niets met de vader, zoon en de heilige geest. De cream. Titaantjes, dat zijn wel mensen die zijn op een gegeven moment, hè, als je kijkt naar het boek, of dat verhaal, die zijn wel op een gegeven moment zich gaan aanpassen. Of in ieder geval hebben ze een poging toegedaan. Ja. Die drie vrienden. Ja. Ja. En dat doen jullie niet? Nee, het heeft ook niet zoveel zin. Omdat we zijn ook niet een super trio bij elkaar gezet. Nee. We zijn uiteindelijk ons. We waren een lange tijd ook een vier of een drie mans en één vrouw bent. Dat was natuurlijk de tijd van Dutch Mountain. Dus was het echt toch wel weer een andere band. Ja. Dus jullie zijn door de jaren heen zo met elkaar vergroeid dat je kan lezen en schrijven met elkaar. Ja, en maar ook nog steeds elkaar verrassen. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
dat er een onvoorspelbaarheid in blijft. In hoe mensen reageren op in een proces van creëren. Dat je denkt, oh ja, wacht even. Dat hebben we zeker weer met het laatste plaat. Dat we dingen hebben opgenomen. Meer sporen. En dat we dat terugluisteren. En dat we bijna niet van elkaar, dus het klinkt heel raar, maar weten wat we gespeeld hebben. Dat je het gewoon niet meer weet. Nou ja, maar omdat kijk, Robert Jan speelt. Ik speelde ook toetsen. Ja. Dus ook met samples en met mijn iPad. En Robert Jan ook, maar Rob ook met samples. Ja. En Robert Jan had vaak ook weer percussiesamples in ze. Dus er waren echt momenten dat we van elkaar dachten van... Maak je het jezelf ook wel erg lastig. Ja, maar het is ook... Het zegt ook wel iets. Ja. Het zegt ook wel iets dat je dat gewoon niet weet. Ja, maar dan ben je dus, we komen weer terug op die homolunes, dan ben je gewoon aan het spelen met elkaar. Ja. Dan zit je gewoon in een speeltuin. Ja, absoluut. Maar dat is ook natuurlijk, dat is vaak de kern geweest van hele bijzondere dingen. Ja. Ik vind, als ik kijk naar de Beatles, die zijn pas echt hele interessante platen gaan maken toen ze dat die studio ook durfde te gebruiken als een speeltuin kon te gaan. En dat ze die ballast wegpoetsten van jongens, we zitten niet meer in studiotijd. We zitten niet meer te denken aan, we moeten ons houden aan dit. En, nee, we hebben gewoon, dit is ons, onze speeltuin. Dit is ons universum. Okay. Spelen jullie ook nog op het podium op die manier met elkaar? Er zit natuurlijk altijd wel er zit wel ruimte in, maar er zit toch, we werken toch wel erg in de structuren die we hebben verkend en opgenomen. Ja, als we live spelen, dat moet ook wel, omdat er heel veel dingen hebben te maken met sounds, met samples of met, sowieso het hele arrangement. Nou ja, het lichtplan, dat zal op een bepaalde manier uitgewerkt zijn. Maar zelfs als we dingen veranderen, dan doet onze lichtman ook mee. Het is niet zo dat het helemaal uitgeschreven zijn, niet het Metropoolorkest. Ja. Of een orkest met muziek en dat nooit van zijn leven. Dat doen we niet. Dus er blijft altijd. Die vrijheid of het onvoorspelbare blijft altijd aanwezig. Eigenlijk zeg ik, het is nooit een baan geworden, Nils. Ik hoop het van niet. Nee, ik zie het. Ik vind het ook heel erg als mensen dat. Ik heb gewerkt of zo. Dat is nee, jullie stralen eigenlijk... het ook helemaal niet uit. Dus je komt er ook helemaal niet over. Maar je hebt natuurlijk wel het risico dat als je het zo lang. Ja. Ook op zo'n manier met elkaar doet. Zelfs op zo'n manier. Ja. Kan bijna een sleur wil ik niet zeggen. Maar het kan gewoon worden. Ja, daar moet je altijd voor uitkijken. Ja. En je moet heel erg uitkijken dat je niet. Dat kan gebeuren als je heel erg moe wordt. Ja. Dan kan het toeslaan. Dat is heel normaal ook. Maar het blijft. En dat kan wel eens met optreden, kan het ook, kan het gewoon minder worden. Ja. Maar ik heb dat heel zelden meegemaakt. Ik moet zeggen we kijken ook wel uit. Dat we niet echt, dat we sowieso niet te veel doen. Dat is ook wel belangrijk, dat je niet door vermoeidheid verkeerde keuzes gaat maken. Ja. Dat gebeurt zo vaak. Ja. En daar kan je verder niks tegen doen als je onderweg bent en het zit tegen. Nou ja, goed, maar dat is, cool, dat is zoals, het, zoals het leven is. Ja. Dus daar kunnen wij kan je niet tegen strijden. Zo is dat. Ja. Goed. Ja, ik weet niet. Ik heb volgens mij alles gevraagd. Ik weet het niet. Ik kan met jou 2 uur praten, maar dan jaag je me dadelijk eruit. Wat jouw machine aan kan. Ja. Nee, we gaan hem voorzichtig uitzetten.